De angst dat ik dan niet meer mag roken, daar word ik nu al nerveus van. Herken je deze smoes? Wij gaan hem kraken. Er zijn ongelooflijk veel verschillende ideeën over roken en niet roken, waar mensen in zijn gaan geloven, die wij aan de kaak gaan stellen. Joost, hoe lang rook jij? Een jaar of 25 al. En op wat voor leeftijd ben je begonnen? Ongeveer 16 jaar, ja. Kan je dat moment nog herinneren? Ja, dat was stiekem met vriendjes natuurlijk. En dan snel een sigaretje roken en dan duizelig op bed gaan liggen. Ja. Zo begon dat. Maar wat voor roker ben jij? Bij mijn vaste gewoontes, na het eten, bij de koffie, bij een biertje. Ja. En hoeveel rook jij zo per dag? Bijna een pakje. En naarmate het mooie weer wordt, dan ben je buiten en dan rook je meer. En ben je wel eens gestopt geweest? Een paar dagen. Inderdaad. Ja, dan zeg je van ik rook het pakje leeg en dan haal ik niet meer. En dan een dag daarna ga je toch weer voor de bijl. Ja, ik zou best willen stoppen, maar de angst dat ik dan niet meer mag roken, daar word ik nu al nerveus van. Want je wil wel stoppen? Ik zou best willen stoppen. Best wel? Jawel, tuurlijk wel. Want het is natuurlijk gewoon een vieze gewoonte. Het stinkt, het is slecht voor je en het is duur. Kijk, zoals vroeger op het schoolplein was het natuurlijk hartstikke stoer om een sigaretje te roken. En nu zie ik om me heen, ook omdat ik twee jonge kinderen heb, het schoolplein moet rookvrij, de sportvelden moeten rookvrij. Dus dat koelen, dat is niet meer. Het is nu juist cool als je niet rookt. Helaas ben ik van de generatie hiervoor. Ja, het wordt de rokers wel steeds onaantrekkelijker gemaakt natuurlijk. Ja, nee, ja, en terecht. Terecht. Ja, Joost, ik ga er iemand bij halen. Dat is Martijn van Stoptober en die heeft natuurlijk meegeluisterd. Daar is hij al. Martijn, goed dat je er weer bent. Hey, hallo. Hey, Patrick. Ja, je hebt het verhaal gehoord van Joost. Ja. Vertel. Super herkenbaar. Die twee dagen die je gestopt bent, dat is... knap, maar dat zijn ook de lastigste dagen dat je kan stoppen. Eigenlijk moet je daar doorheen. En dan wordt het geleidelijk aan, wordt het gewoon een stuk makkelijker. Tenminste, niet natuurlijk gelijk de derde dag, maar als je het gewoon volhoudt. Als je het eens 28 dagen volhoudt, dan zal je zien hoeveel beter het gaat in die laatste dagen. Bij de een die gaat natuurlijk cold turkey en die heeft nergens last van. Maar er zijn ook mensen die gaan, net als jij, die eerste twee dagen door een diep dal. En daarna gaan ze eigenlijk stapsgewijs... telkens een stukje omhoog en na 28 dagen zijn ze echt zo ontiegelijk blij dat ze mee hebben gedaan als Stoptober. Het klinkt heel aantrekkelijk hoor, moet ik zeggen. Maar goed, zover ben ik natuurlijk nog nooit gekomen. Nee, maar al het begin is denk ik moeilijk. Ik denk dat je ook gewoon ook echt moet willen. En je moet er denk ik ook klaar voor zijn. En ik heb wel een beetje het gevoel, ja, ik voel nog een lichte twijfel bij jou. Maar... Ja, die is er ook wel. Die is er ook wel, die twijfel. Wat is de grootste twijfel? Nou ja, de angst dat ik mijn geliefde sigaretje niet meer heb. Maar misschien maak je het te groot en te liefdevol. Groter dan het is. En nee, dat zullen hele zware dagen worden dan. En vooral het beginnen, daar maak ik me wel zorgen om. Ja. Maar ja, hij hoeft het niet alleen te doen, toch? Hij hoeft het niet alleen te doen. Bij Stoptober zijn er elk jaar tienduizenden mensen die meedoen. En daar hebben mensen het ook heel zwaar soms. En dat zie je op Facebook. Maar ze trekken elkaar allemaal er doorheen. Mensen die een dipje hebben, die worden weer bovenop gepraat. En ze geven elkaar tips over afleiding. Spelletjes in de app. In de app kun je bijhouden hoeveel geld je al bespaard hebt. Want ja, je moet toch een bepaalde motivatie hebben. Ja. En die eerste stap, ja, die moet je toch zelf zetten, Joost. Je hebt helemaal geen tijd om die geliefde peuk te missen, joh. Nee, ik hoor het. Ik begin langzamerhand overtuigd te raken. De eerste stap moet gezet worden en dat wat Martijn zegt. Ben jij klaar om die stap te nemen? Ik denk dat we het maar moeten gaan proberen. Nou, en als je denk nou weglaat? We gaan het proberen. Goed zo. Top. Wil jij zien of het Joost lukt om 28 dagen niet te roken? Volg ons dan op Facebook of kijk op stoptober.nl.